cynics add nothing to your dreams. Dreams are yours forever to keep. Keep them in the back of your head. Head up high and understand. Got to enjoy the spectacle. Make sure that it's unforgettable. Goedemiddag. Middag. Staat hier wat op? Veel. Zo. Hoi. Harm. Heerlijk. Proost. Goed zo met die koeien, zeg. Wil je proeven? Ik heb hier een, stokbroodje met een slakkentapenade. Een? Slakkentapenade. Je spreekt het uit zonder blikken of blozen. Oh ja, voor mij is het inderdaad heel gewoon. Zelf ontwikkeld? Zelf ontwikkeld. Dus dan heb je olijven. Olijven, paprika, zonder tomaat, zonder droge tomaatjes, uitje. Weet ik veel. En niet te duur inkopen. Proef maar. Ja. Mag je het eerlijk zeggen? Mm. Ja, dat is heel lekker. Ja, je proeft eigenlijk helemaal geen slak. Ja, slak heeft van zichzelf niet een hele uitgesproken smaak. Het is een beetje vergelijkbaar met een champignon. Je zou het er net zo goed uit kunnen laten bedoelen. Vroeger was het echt voer van de armen, maar dat is het tegenwoordig natuurlijk al lang niet meer. Is dat zo? Vroeger had iedereen een moestuintje met wat groentetjes erin en hadden nog wat slakken erbij en hadden ze ook wat eiwitten. En op die manier had je dan toch... In Frankrijk. Een fatsoenlijk maaltje, ja, in Frankrijk. Lennart ter Hal is creatief met slakken. Hij ontwikkelde naast slakkentapenade ook slakkenworst en slakkenbouillon. Sinds vorig jaar is Lennart fulltime slakkenkweker. En daarvan zijn er in Nederland maar een paar. Ja, ik ben dus gewoon super enthousiast van dat diertje. Het heeft mij een jaar of 6, 7 geleden heb ik een keer op de BBC een documentaire gezien over slakken. En op de een of andere manier is mij dat bijgebleven. Nee, ik droom er niet van, maar gewoon... Maar dat beestje dat een hermafrodiet is. Dat is een ook mannetje nog. En een vrouwtje. Zie je? Ze leggen eieren in de grond. Ze houden een winterslaap. Dat slijmspoor waarmee ze communiceren. Dat vind ik gewoon fascinerend aan dat diertje. Hoeveel moet je er hebben? Ja, ik moet ze allemaal hebben. Het is wel een beetje het roer om, vrouw. Ik heb bij de importeur van Mercedes-Benz gewerkt. Ik heb als buitendienst als vertegenwoordiger gewerkt. Ik heb een eigen drukkerij gehad. Ik heb van alles gedaan. Anderhalf jaar geleden deed de situatie zich voor dat ik een keuze kon maken van ga ik links, ga ik rechts. Toen dacht ik van, ga ik dat doen. Maar echt op het moment dat ik hier in het landelijke gebied kwam wonen en dat is gewoon thuiskomen. Voor mij was het gewoon thuiskomen. En toen dacht ik, weet je, ik wil iets doen dat ik gewoon buiten kan zijn, van de seizoenen kan genieten, van de natuur kan genieten. Ja, maar je ook Kaapse Joodjes kunnen gaan kweken? Ja, maar dat was me dan weer niet speciaal genoeg. Want ik wilde wel graag in een soort van niche-markt actief zijn. Nu doen we bij elk kistje 5 slakken. Precies 5? Ja, 5 of 6. Kom die komen hieruit? Ja, pak er maar. Daag! Nou, moet echt. En dan pak je ze er zo af? Ja, pak maar. Een stuk of 5, 6 per kistje. 2. Prachtig. De slakken zijn net uit de kelder gehaald, waar ze 4 maanden hebben liggen slapen. Je kunt slakken ook het hele jaar wakker houden en zo de productie verhogen. Maar dat wil Lennart bewust niet. Het gaat langzaam, het kweken gaat langzaam, het paren, het eieren leggen, het groot worden. Mm-hmm. En die tijd wil ik ze ook wel geven, weet je. Ik ben niet de bullenkweker die zo groot mogelijke bulk slakken kweekt. Ik wil wel eerlijke, mooie, pure, biologisch gekweekte slakken. Zo'n worteltje zijn ze gek op. In jouw vriendenclub? Ja. Of als je indruk probeert te maken op mensen, dan zeg hallo, ik ben Lennart, ik ben een slakkenkweker. Hoe reageer mensen dan? Dan zeg ik, ik ben Lennart, ik ben helicicultuur. En dan heb ik gelijk de aandacht. Helicicultuur is slakkenkweker eigenlijk. Mooi. Ja, klinkt goed, hè? Oh ja, daar komt hij al. Hallo. Die schrikken zich helemaal aan ongeluk. Door het licht buiten de kelder zijn de slakken al een beetje aan het sluimeren. Maar nu moeten ze nog echt wakker worden. Ik werk niet met pesticiden, hormonen of antibiotica. Dus ik geef ze heel veel tijm, rozemarijn, basilicum. Eigenlijk alles wat ik voor handen kan krijgen
om die slak enerzijds lekker te maken. Ja. Maar anderzijds ja, denk ik dat dat krachtige voer hem ook weerstand geeft of weerbaar maakt voor ziektes en dat soort. Dat heb je gewoon zelf bedacht? Dat heb je zelf bedacht, ja. Maar grappig. Ja, dus dat slakkenkweken is enorm pionieren. Het is geen vaste, van, het moet zo. Het is alleen al van, zo'n beest komt uit het zuiden van Europa. De weergesteldheid is hier anders, de bodemgesteldheid is hier anders. Die vertaalslag van het buitenland naar Nederland, dat vind ik ook het leuke van dat slakkenkweken. Het is continu zoeken, aanpassen, bijsturen. Over 3 jaar heb je 1 miljard slakken de PIBA ingeloodst. Ja. En dan? Nou, dan heeft die slak gewoon een prominente plek op de menukaart in heel Nederland. Dus dan is het gewoon doorgaan. Ja, het is gewoon een beetje nou een. Nee, maar op een gegeven moment dan denk jij van ja, nou weet ik het wel. Ja, nou, die kans is er wel. Dus het is inderdaad, als dat slakken eenmaal loopt en ik kan er de kost mee verdienen. Ja, dan denk ik dan bijboompitjes, kikkerbilletjes, truffels. Ja, er zijn er zoveel van de leuke die we nog niet hebben. Die we nog niet hebben van Hollandse bodem. Okay. Dus wat dat betreft ga ik nog wel even vooruit.